Welkom allemaal bij de Trade Show van Niche 2021. Nieuw seizoen staat voor de deur. Een hoop nieuwe producten die hier gepresenteerd gaan worden. Die staan hier allemaal achter me in de showroom. Dus ik wil jullie gauw meenemen voor een rondleiding in de showroom. Het gebied van laarzen, schoenen en slippers heeft eigenlijk alles een kleine update gehad. En is er zelfs een ontzettend mooi nieuw product bijgekomen. Ze hebben een nieuwe lichtgewicht laars. Nou ja, zoals de naam al zegt, een superlichte laars. Lichtjes gevoerd. Is gewoon een ontzettend mooie toevoeging. Zachtjes geprijsd, dus dat is ook altijd hartstikke lekker natuurlijk. Dan hebben we de Polo Boots. Ietsjes geüpdate. Iets andere kleuren samenstelling. Heeft een ander bondje erop. Net even een paar detailtjes die veranderd zijn. Geldt ook voor de trail boots. Die zijn aan de bovenkant zijn ze op meerdere punten zijn ze verstevigd. Iets andere kleuren dan ze andere afgelopen jaren hadden. Iets ander logo. Dus allemaal net eventjes meelopend in de serie voor het aankomend jaar. Ook de BB slippers. Mee in de nieuwe Zero Tolerance Camo. Ook gewoon een hartstikke mooie variant. En wat hebben we dan nog meer? Dan hebben we nog de Field Wellies. De neopreen lazen. Ja, ook voor deze geldt eigenlijk hetzelfde jaar. Praktisch hetzelfde gebleven als afgelopen jaren. Op verschillende punten net een klein beetje verstevigd. En in de details gewoon mee met het logo van aankomend jaar. Dan hebben we handschoenen. Een hele mooie optie. Helemaal nu de koudere periode van het jaar voor de deur staat. Ja, gewoon een ontzettend mooie, redelijk dunne handschoen. Goed, nou ja... Je hebt er al redelijk wat gevoel in. En het mooie van het hele verhaal is dat ze op zowel de duim als de wijsvinger een gevoelige touchvinger hebben. Dus kan je ook altijd nog met je telefoon aan de slag. Ja, gewoon een paar hele handige opties. Ideaal vooraan de waterkant met de koudere dagen. Dan hebben we de Dogcoat. Ook een kleine upgrade gehad. Althans, upgrade. Ook een kleine verandering mee in de kamer van aankomend jaar. Inzoomend effect op de print van afgelopen jaren. Ziet er gewoon hartstikke netjes uit. Dus ook de hond kan aankomende winter warmpjes over straat. Dan hebben we... Wat hebben we nog meer nieuw? Dan hebben we over aankomend jaar de sokken. Ja, ik weet niet of je wel eens hebt gehoord van warme sokken. Nou ja, ik krijg het al warm als ik er überhaupt naar kijk. Zowel van de binnenkant als de buitenkant gewoon super warm weggevoerd. Ja, voor de koudere dagen gewoon een hartstikke lekker item. Ook een muts. Kleine toevoeging. Kleine veranderingen. Ziet er gewoon netjes uit. Ook gewoon lekker gevoerd. Ideaal voor de warmere dagen ook. Ja, met de koude dagen voor de deur ook het Arctic Shoot. Gewoon een hartstikke mooi product. Afgelopen jaar al in het assortiment. Nu op een paar kleine details veranderd. Misschien een hele mooie om te vermelden. En dat geldt trouwens voor meerdere kledingstukken van deze zijn de kindermaten. 5xL-maten, dus eigenlijk voor iedereen zit er wel een passende maat bij. Gewoon een heel net geprijsd warmtepak voor de winter. Broek, mooie banden eroverheen, kun je alle kanten mee op. Vervolgens vanuit de Zero Tolerance Range hebben we ontzettend veel nieuwe producten. Kamerprint is ietsjes geüpdate ook. Eigenlijk zelfs als zojuist vanuit de Winter Range al meerdere keren voorbij gekomen is die ook voor deze serie. Ja, en dan hebben we vanuit de Zero Tolerance Range ontzettend veel mooie nieuwe producten voor aankomend jaar. Te beginnen met de Snoot Hoodie. Dit is gewoon een hoodie met ontzettend dik materiaal. Hele hoge kraag die netjes aangetrokken kan worden, dat je volledig bent afgeschermd tegen wind en dat soort dingen. Groot vak, groot beugelvak. Dit keer afgedicht met twee drukknoopjes aan beide kanten. Dat als je spullen erin zit, ze er in ieder geval niet uit kunnen vallen. En een element wat we ook bij straks volgende tremmen en jassen terug gaan zien komen, is het unieke vlies wat aan de binnenkant zit. Zie je meerdere varianten terugkomen, gewoon ontzettend, ontzettend lekker zacht. Volgende item, dat is de Polo Vlies. Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als bij de sokken. Je krijgt dat al warm als je er naar kijkt. Zowel de buiten- als de binnenkant. Eigenlijk nog dikker vliesmateriaal als dat de vorige al had. Althans nog zachter en grotere haartjes erop, om het zo maar te zeggen. Aan de binnenkant is die netjes aan te trekken, dat hij altijd volledig aansluit. Een goede capuchon erop, een mooi kamerpatroon. Aan de voorkant gewoon een grote beugelzak, dat er ook best nog wel wat spulletjes in kwijt kunnen. Ook deze gewoon weer een hele mooie toevoeging. Gaan we door. Dan hebben we in principe een klein
neem in principe een mooie jas. Een beetje hetzelfde idee. Hier komen we terug op het vliesmateriaal wat we bij de snoothoodie te pakken hadden. Maar dan in het model van de Polo Vlies. Ja, waterdicht, groot vak aan de voorkant waar je ook weer je spullen in kwijt kan. Deze moet over het hoofd aangetrokken worden. Aan de zijkanten zitten er allebei kleine ritjes dat die makkelijk aan te trekken is. Ja, eigenlijk voor het hele jaar door prima inzetbaar. Hele mooie toevoeging. En dan hebben we nog de normale ZT-hoodie. In principe een basic variant van degene die we net hadden. Uiteraard helemaal geen basic trui eigenlijk, want het is gewoon een ontzettend luxe serie. Weer met het lekkere vlies aan de binnenkant. Ditmaal gewoon simpel groen uitgevoerd. Drukknoopjes aan de zijkanten. En een ontzettend mooie Zero Tolerance 3D print aan de zijkant. Aan de onderkant gewoon een stevige boord om hem netjes om je lichaam heen te laten zitten. Ditmaal komt hij in combinatie met een mooi gevoerde broek. Ja, nogmaals, ook deze helemaal voor de koudere, maanden is het gewoon een broek die een hele dikke voering heeft. Exact hetzelfde als de trui. Dus ja, gewoon een uniek iets op de markt. Ritsen in de zakken. Onder ook gewoon een netjes afgedekt dat die overal keurig op je lichaam aansluit. Ja, gewoon een hele mooie optie voor de winter. En dan als volgt komen we bij de jassen. Dan hebben we de Zero Tolerance Cult Jacket. Ja, dit is eigenlijk gewoon een jas die is super warm gevoerd. Hele goede ritsen erop. Ook weer het stukje vlies zit in de capuchon. In je mouwen sleept hij heel netjes aan met je dem. Dus je kunt je vier vingers door de mouwen insteken. Je dem die komt er los uit. Dat hij ook daar netjes afsluit. Ja, het is gewoon een jas ontzettend licht in gewicht. Ontzettend warm. Dus gewoon een aanrader voor de koudere maanden. En dan hebben we vervolgens de Climate Jacket. Ook gewoon een lekker dun jasje. Lekker isolerend. Gewoon een warme optie voor tussendoor. Bij de mouw aan het einde zit ook bij deze een gaatje voor je dem. Vier vingers naar buiten, dem naar buiten, dat hij gewoon netjes afsluit. Goede rits in de zakken, dus al met al ook gewoon een super mooi jasje. Ja, en vervolgens komen we bij de parka. Ook een jas die al net wat langer in het assortiment zit, maar gewoon eentje die het altijd hartstikke goed heeft gedaan. Nu zelf nog weer ietsjes verder verbeterd. Bondjes er vanaf. Dezelfde vlies als dat ik zojuist zei bij andere truien en jassen zit ook weer terug in deze jas. Ja, net wat soepeler materiaal, goede ritsen, aan alle kanten gewoon een fantastische jas. Net ietsje langer, dus op zich ook wel lekker voor de koude tijd van het jaar. Ook eentje om zeker eens eventjes naar te kijken. Als volgt hebben we de waterproof Extreme Jacket. Dit is er eentje, zoals de naam al zegt, extreem waterproof. Nou ja, helemaal in de Benelux, hartstikke toepasbaar, daar regent het nogal met een regelmaat. Net wat soepeler dan zijn camo voorganger die we voorheen hebben gehad. Ook verkraagbaar met een bijpassende broek. Vind ik zelf eigenlijk een hele makkelijke optie. Wanneer ik bijvoorbeeld een vis op de foto zet, dat ik op de knieën kan gaan tegen mijn haakmat aan zonder met een natte joggingsbroek terug mijn slaapzak in te gaan. Dat is ook gewoon een hele mooie optie die je in principe het hele jaar door overal overheen kunt dragen. Zeker eentje om eens naar te gaan kijken. Op het gebied van de Titan zijn er dit jaar een paar kleine veranderingen doorgevoerd. Zo hebben we de kleine height en de height XL. Zijn er een paar clips aan de binnenkant toegevoegd. Hierbij kan er een condensatiedoek worden ingebracht. Zo hebben we ook de height Camo Pro. Deze is er dit jaar voor de personen die niet houden van een camo kleur uitgebracht in de groene kleur. Verder alle futures exact hetzelfde. Vier gaten doorluchting, vakjes aan de binnenkant, magnetische straps en uiteraard ook het leuven om inregenen te voorkomen. Klein boogje staat erin, zodat hij netjes kan afwateren. Dus in dat opzicht van alle gemakken voorzien. Dan gaan we verder en hebt de Blockhouse. Die heeft dit jaar ook een kleine update gehad. Een paar kleine toevoegingen op de Blockhouse. Zo is er nu een doorzichtige deur bijgekomen. Kun je s'avonds lekker in de tent zitten. Winddicht, waterdicht en kun je toch nog rustig naar buiten kijken. Dus dat is hartstikke mooi. Andere toevoeging. We hebben de normale deur. Dat is deze. Dan is er voor dit jaar een kleine extra deur bijgekomen. Die je als leuvel kunt gebruiken. Dus ook wanneer de tent gesloten is, kun je hem altijd door middel van de frontdoor polkin op een klein leuveltje zetten. Dus het zijn twee hartstikke mooie toevoegingen die gaan zorgen voor nog meer extra comfort op de Blockhouse.
Ja, met het grote succes van de grote en de kleine Moontje hebben we nu zelfs de micro Moontje. Ja, simpelweg gewoon een kleinere versie, veel compacter mee te nemen. Niet voor de grootste vissers, maar zeker hartstikke comfortabel als je niet al te groot bent. Daarmee ook deze variant net ietsjes hoger, iets minder voering, maar ook hartstikke netjes geprijsd. Dus twee hele leuke toevoegingen voor aankomend jaar. Van de kleine Moontje gaan we door naar drie hele mooie toevoegingen binnen het assortiment van de stoelen. Zo hebben we de Daddy Longlegs, de Highback en de Big Daddy met een hele mooie extra toevoeging. Deze drie komen nu alle drie extra in de variant als recline. Niet als normaal door middel van het omhoog wippen van je leuningen. Deze keer met een paar clips aan de achterkant die naar achter geduwd kunnen worden om je leuning in een relax modus te zetten. Simpelweg met een springlok erin, dus als je hem indrukt komt hij ook automatisch weer teruggeklapt. Ja, gewoon zoals je van net gewend bent, van een super kwaliteit. Ja, dan hebben we de beddenserie. We hebben normaal gesproken altijd de indeeltjes groene range gehad en deze is ook weer een behoorlijke stap geüpgrade. In principe is het matras dat is net even een klein tandje dikker geworden. Vanuit de volledige range zijn alle poten in plaats van de enkele poten voor en de enkele poten achter. Dat zijn nu complete bruggen geworden. En het grote verschil, voorheen was er een 4-seizoens en een 5-seizoens optie. Dat is nu een all-season optie geworden. Normaal gesproken was de 4-seizoens optie, dat was een dunne slaapzak. De 5-seizoens dat was in principe een dunne met een wat dikkere. Deze, de all-season, die zit er tussenin. Dus je zit altijd gewoon op één laag. Mooi kamerpatroon eroverheen. Dus ja, zeker een bed om in de gaten te gaan houden om hartstikke comfortabel naar de waterkant te gaan. Voor de luxe paren onder ons, die hielden al misschien wel een beetje van de power barrows, hebben we nu vanuit de Nash Tackle serie hebben we ook een power barrow toegevoegd. Eigenlijk is de barrow iets meer basic als de andere twee. Het enige grote voordeel van deze ten opzichte van de andere is dat hij net eventjes ietsjes hoger is. Dus als je aan het lopen bent, zal die net eventjes wat makkelijker, zonder te bukken of uit komen. En als extra optie om het nog makkelijker te maken is er dus ook nog een losse wielkit om achter je pootjes te vervangen voor twee losse wielen. Ja, daar hoef je niks meer te doen dan enkel het knopje in te duwen, rustig achter je kallen aan te lopen en te kijken waar je visplek is. Dus dat een hele mooie toevoeging voor aankomend jaar. Op het gebied van bolies zit niet heel veel verandering aan te komen, maar goed, laten we eerlijk zijn. Een Citrus en een Scopex Squid zijn sowieso al twee winnende smaken. Op het gebied van aanzien en algemeenheid zit er wel wat aan te komen. Daar kan ik nog niet al te veel over vertellen, maar daarvan zou ik zeggen, hou de social media een klein beetje in de gaten. Dan jullie daar de komende tijd zeker meer van voorbij zien komen. Ook nieuw voor dit jaar is een PVC maatpak. Ontzettend stevig PVC materiaal, elastische banden afgewerkt met een redelijk subtiel Nash logo. Aan de binnenkant zit een vak met een ritsluiting, ook volledig waterdicht. Mocht je maatpak volstromen of wat dan ook, er zijn de spullen die erin zitten, telefoon of iets in die richting, in ieder geval nog waterdicht afgesloten. Netjes aan te trekken met een paar koorden die aan de binnenkant zitten, dat die altijd gewoon goed aansluit. Verstevigde knieën, ook niet heel onbelangrijk. En gewoon goede stevige laarzen, dus wat dat betreft ook gewoon een hartstikke mooi item erbij voor komend jaar. Ook vanuit de Subterfuge range zijn er nog nieuwe producten in het assortiment gekomen. Afgelopen jaar werden 12 voet hard rotskins gelanceerd. En vanuit de klant is er simpelweg heel veel vraag geweest naar een 13 voet variant. Daar speelt Nash uiteraard op in en die is er mee gekomen. Kleine voering erin, hele harde cover, dus gewoon optimale bescherming voor je duurdere hengel. Dat je altijd zeker weet dat hij veilig naar de waterkant komt. Vanuit de Subterfuge range zijn er nog een aantal nieuwe producten in het assortiment gekomen. Zo hebben we, om het nog georganiseerder te werk te gaan voor de workboxen en de waterboxen, een aantal organizers op de markt gebracht. Het bestaat simpelweg uit een hard bledje, een paar plastic verpakkingen om bijvoorbeeld cleans in op te bergen, meshverpakkingen om terminal tackle, haken, bartels of iets dergelijks in kwijt te kunnen. En ook aan de andere kant kunnen nog verpakkingen opgeborgen worden. Simpelweg om nog georganiseerder aan de waterkant aan de slag te gaan. Ja, verkrijgbaar in verschillende soorten, grote formaten, kleine formaten voor de workboxen, voor de waterboxen, dus voor ieder wat wils. Als volgt hebben we voor de R3 en zo, jullie horen het goed, de R4, een neopreen case.
met een manetje open te doen en simpelweg om de beetnel erheen te vouwen. Klein elastiekje aan de zijkant voor het hangertje om die op te bergen. Dus wil jij niet de zwarte hardcase gebruiken die standaard bijgeleverd zit en lekker karpje aan de waterkant zit, is dit zeker een hele goede optie. Volgende update komt ook weer vanuit de Subterfuge range. Dit zijn de Big Free Small, Medium en Large. Deze heeft een update gehad in de voering. Volledig waterdicht materiaal, betere isolatie, dus simpelweg gewoon om je eten langer goed te houden aan de waterkant voor de langere sessies. Zo, op het gebied van Carp Care hebben we dit jaar twee hele mooie nieuwe producten in het assortiment. We hebben de FeelSafe Sling. Eigenlijk een weegsling met een paar hele mooie updates. Je kan de sling, de buizen van de sling, die lopen een klein stukje door. En je kan de rits van de sling, die kan je dus bovenaan vastknopen, waardoor je een soort van kuip krijgt in het water om in het water foto's te maken van je vis. Ik denk dat iedereen de situatie in het water wel herkent, dat je een vis vast hebt, dat je of bang bent dat hij ontsnapt of hij ontsnapt daadwerkelijk. Ik heb het zelf in ieder geval wel eens gehad en dat is hiermee in ieder geval te voorkomen. Dan hebben we vervolgens de HyProtect Carp Cradle. Deze heeft ten opzichte van vorig jaar een paar kleine updates gehad. Hij is uiteraard in het camo-patroon gekomen waarvan, waarmee heel veel producten van Nesh zijn gekomen. En voor dit jaar een kleine update. Hij is volledig met mesh aan de onderkant, dat het water netjes weg kan lopen. In sommige gevallen, mocht je nou willen dat het water netjes blijft staan, kun je hem netjes dichtvouwen. Kan het water blijven staan als je er een emmertje overheen gooit. Ook af te dekken met een doek eroverheen. Als je eventjes je weegschaal uit de tent haalt of iets in die richting. Ook de poten van de kerel die zijn verstelbaar. Dus als je een klein beetje een oneffen ondergrond hebt, dan zit die altijd gewoon netjes recht. Ja, beide, dus zowel de sling als de onthaakmat, beide in een grotere variant beschikbaar. Dus mocht jij nou een echte bakkenvanger zijn, is er ook voor jou een hele mooie optie verkrijgbaar. Ja, en dan deze, de Scope GTL. Afgelopen jaren de Scope GT 4000 en 6000 gehad. Ja, er was gewoon ontzettend veel vraag naar, ook een grotere variant. De kleinere varianten waren echt gebaseerd op de kortere engels, op kortere afstandswerk. En geen molens die gebaseerd zijn op het grote afstanden werpen. Deze is dus totaal een ander verhaal. Kun je ook nog prima gebruiken op de kortere engels. Maar is er echt eentje die ook op de langere engels kan. Echt voor het afstandswerk. Ontzettend grote lijncapaciteit. 530 meter, 3500ste. Dus daar kun je wel eventjes mee uit de voeten. Langzame opspoeling. En een ontzettend hoge spoel. Dus ook voor de echte afstandswerpers onder ons. Kun je hier zeker een hele goede molen aan gaan hebben. Eentje om eens te gaan bekijken in de winkel. Gebied van de bushwekker, waar ik zelf echt wel een groot fan van ben, kan ik in de tussentijd zeggen. Er zitten ook een paar hele mooie dingen aan te komen. De bushwekker die komt in een Pro kit en nu dus ook in een Pro XL kit. De Pro XL ten opzichte van de 800 gram die de vorige variant bij zich kon dragen, kan deze zelfs tot 1,5 kilo aan voer meenemen. In de Pro kit zitten dus ook nog een paar extra toevoegingen. We hebben een deep arm. Hartstikke goud natuurlijk. We hebben een rolletje voor de achterkant om je losse delen rustig eens over het rolletje te laten glijden in plaats van dat ze over een zandige ondergrond heen gaan. Zodat je delen in ieder geval netjes schoon blijven. En in de kit zit ook nog een klein lampje om voorop te zetten dat je altijd je bushwekker netjes in het zicht hebt, ook in het donker. Dat je niet met een hoofdlamp hoeft te gaan schijnen. Dus in dat opzicht de bushwekker gewoon een heel stuk geüpgrade. De Dwarf-serie, eigenlijk een serie die met prijstechnisch altijd ontzettend leuk zit. Voor dit jaar een heel aantal mooie producten toegevoegd. Zoals een tackle pouch waar je tackle box in gaat. Een los gedeelte voor de rigs, wat vakjes voor losse endgame zakjes. Losse pouches, large, medium, small. Ook een hele mooie rugtas met losse compartimenten. En een los middenvak, dat is hartstikke gaaf. Als je hem recht overeind zet, kan hem volledig ingevuld met allerlei klein materiaal, losse dingen. Dat je het in ieder geval netjes georganiseerd mee kan nemen naar de waterkant. Hele mooie optie voor volgend jaar. Dan hebben we als volgt hebben we nog een basic rugtas. Hartstikke leuk voor de struinende vissen, voor het compactere werk, wat het ook mogen zijn of het een middagje is. Gewoon puur voor je materialen die je altijd bij je wilt hebben. Security pouch, er zit nog een klein tasje voor om je middel, ook inderdaad voor de meest benodigde spullen. Misschien tijdens het stemmen zou het nog wel een optie kunnen zijn. Dus kortom, heel de Dwarf serie, alle luggage, ook de sleeves en dat soort dingen. Allemaal in een mooi kamerpatroontje, allemaal aansluitend op elkaar. Dus hou hem zeker in de gaten. De luggage van de Dwarf gehad, maar daar blijft het ook zeker niet bij. Er komen twee nieuwe onthaakmatten erbij.
de slingmat die er de afgelopen jaren sowieso al was in een small formaat en een large formaat, die komt nu dus eigenlijk in een tussenmaat. Precies goed zou je zeggen, want die small die wordt vaak net iets te klein en de large net iets te groot. Super veelzijdig, kan je als steun in de vissen gebruiken, kan je vis mee terugzetten. Kan je dat op zich aan alle kanten heel mooi inzetten. Nog een andere mat, een hele snelle mat, de Dwarf Pop-up mat. Heel makkelijk opvouwbaar. Dit deel gaat tussen het compartiment van de mat. Goede opstaande randen, gewoon een stevige binnenvoering. Mooi hengseltje eraan vast, dus ook gewoon weer voor de compacte vissen. Prijssteen is ook nog eens hartstikke leuk, dus altijd mooi meenemen natuurlijk. Dus zeker eentje om in de gaten te houden. Gaan we gelijk door. Ook vanuit de Dwarf-serie. Het is vrij klein, het is vrij laag. Maar goed, dat is wel een beetje waar de serie op gebaseerd is. Natuurlijk klein, compact. Prijssteen is ook weer hartstikke leuk. Dus zeker een mooie optie. En dan als laatste, niet helemaal het laatste trouwens, hebben we ook nog een 4-fold bed vanuit de Dwarf-serie. Ja, zoals de naam het eigenlijk al zegt, 4-fold wordt die opgedeeld door 4 delen. Zo gaat jouw voetdeel en jouw hoofddeel, die wordt in elkaar geschoven. Je andere delen ook in elkaar, zodat die nog compacter meegenomen kan worden. Er zijn in de tussentijd al 2 bedden op ditzelfde systeem. En nu dus het derde bed. Prijssteen is nog leuker, dus zeker een mooie optie. En dan als laatste vanuit de Dwarf-serie. Een super compact schepnet. Kortere steel, die 1 deel inschuifbaar is. En je schepnet, dat is een hele mooie optie. Die kan dus nog een keer ingevouwen worden. Eigenlijk net als het duurste Black Ops net. Kijk. Ook dit voor de compacte vissen. Prijssteen is weer hartstikke leuk. Gewoon waar de volledige serie op gebaseerd is. Gewoon een ontzettend mooie optie voor de compacte vissen. Ook de Scope Flatmat heeft een kleine upgrade gehad. Zo is de mat net wat dikker geworden, net wat steviger materiaal. En verder gewoon net als andere jaren clips aan de achterkant om hem vast te zetten op je haakmat. Een band om hem te tillen, afdekmatje in de Scope Print. Al met al een hele degelijke onthaakmat. Het F-frame net. Zo ben ik afgelopen jaar best vaak standaard aan de slag gegaan. En het gaat ook zeker niet altijd hartstikke makkelijk om die vis tussen het wienoor of tussen de lelies obstakels uit te scheppen. Dit net heeft een volledig stalen behuizing. Dus net wat makkelijker om hem door te scheppen, door te duwen. En gewoon je net onder de vis te krijgen om hem daadwerkelijk geland te krijgen. Ik zat laatst mijn GoPro beelden nog terug te kijken. En daar zag je dat het niet altijd even soepel ging. Dat gaat voor mij aankomend jaar gewoon een heel stuk makkelijker worden. Dus ik ga ook zeker een gebruiker worden van dit net. Ik denk voor jullie, als het een herkenbaar probleem is, ook zeker net om eens naar te gaan kijken. Ja, het beest van een spotengel die vorig jaar op de markt is gekomen in een 12-voets variant, de Dot Spot Rod, is dit jaar ook in een 13-voets variant gekomen. Nog meer lengte, nog meer kracht en nog meer power om je Dot Spot op grote afstand weg te gaan zetten. Het volgende product, ook vanuit de X-serie, een beetje een aansluitende serie, is de Dot Spot Rod. Om de serie helemaal compleet af te maken, is daar nu dus ook een schepnet in te verkrijgen. In principe hetzelfde blok als wat de Scope serie heeft. Nu enkel met een eendelige steel. X-serie logo erop. Blauwe accenten die terugkomen vanuit de serie. En gewoon een zwart mesh, dus simpelweg gewoon hartstikke netjes afgewerkt. Dan gaan we door naar de band en daar hebben we eigenlijk direct al een mooi product, dat is een 25 mm werpijp. Een hele mooie optie voor de grotere bolies. Verder aan de wand niet heel veel nieuwe producten, maar goed, zoals je van de TT range gewend bent, gewoon kwalitatief hartstikke mooie producten. Dus daar is voor dit jaar voor nu in ieder geval geen toevoeging voor. Wat er wel van de band afkomt en nieuw is, dat zijn nieuwe hangers en nieuwe swingers. Twee hele mooie opties. De swinger, dat is nog wel een hele leuke. Daar zit in principe het systeem in van de voormalige waspswinger. Die heeft het veering systeem, dus dat je hem op veering opgespannen kunt hebben, dat hij heen en weer op en neer gaat. En je kunt hem terugklikken dat hij gewoon losjes heen en weer gaat. Dat het veringssysteem met 1 klik ervan af is, zoals een normale swinger. Ook zit er gewoon een gewichtje op die je kunt verstellen. Dat je hem echt op alle zwaardes, op al het water, op alle afstanden in kunt zetten. Vervolgens hebben we ook de hanger. Gewoon een simpele hanger, een kabeltje erop. En met allebei een nightline functie met een redelijk specifieke stekker erop. En dan vraag je je af, waar is dan die speciale aansluiting voor? Dan maken we meteen een mooi bruggetje naar de nieuwe R4 baitmelder. Ja,
ik zou er graag heel veel over vertellen. Het is een beetmelder vol met functies, vol met opties. Het mooiste van het mooiste. En nou ja, aan alle kanten fantastisch. Voor deze beetmelder zou ik zeggen, joh, hou de social media in de gaten. Daar komt de komende tijd vast een heleboel meer over voorbij. En dan wil ik jullie voor nu in ieder geval hartstikke bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie de volgende keer.